Op 83-jarige leeftijd heeft de vooraanstaande kunstschaatslegende Joan Haanappel de tijdelijke voor het eeuwige verwisseld, haar laatste adem uitblazend in een ziekenhuis in het betoverende Leuven, België. Met haar gracieuze kunst op het ijs heeft Haanappel, in nauwe concurrentie met Olympisch kampioene Schaukje Dijkstra, haar plek verdiend als een van de meest vooraanstaande kunstrijdsters die Nederland ooit heeft voortgebracht. In de glinsterende jaren 50 schitterde Haanappel op Europese kampioenschappen Waar ze de eer van drie bronzen medailles verdiende. Haar vaardigheden en toewijding brachten haar ook tweemaal naar het mondiale sportpodium van de Olympische Spelen, waar ze respectievelijk als 13e 1956 en 5e 1960 eindigde, haar naam gravend in de analen van de Nederlandse sportgeschiedenis. Na haar actieve competitieve carrière vond Joan Haanappel een tweede roeping als bezielde commentatrice, haar kenmerkende stemgeluid weerklinkend bij gerenommeerde mediaplatforms zoals de NOS en Eurosport. Met scherpe inzichten en een diepgaand begrip van de kunstgaatssport bracht ze het spektakel van het ijs naar de huiskamers van menig kijkerspubliek. Niet alleen heeft Haanappel de kunstgaatswereld verrijkt met haar talent, maar ook heeft ze haar hart verloren aan België, waar ze jarenlang samen met haar echtgenoot resideerde. Haar nalatenschap reikt verder dan de ijsbaan en haar herinnering zal voortleven in de harten van hen die zijn betoverd door de elegantie van haar bewegingen en de warmte van haar woorden.